Wij gaan vanavond een overnight challenge in dit zwembad doen. En then we pick up the pomp. Is die zwaar? Is het een zware pomp? Ja, het is echt best wel zwaar. Ja? Ik ben niet zo sterk. Kan jij hem overpakken? Wacht. Tim, ik hou het niet meer. Tim. Jawel. Tim, ik hou het niet meer. Tim, hij is echt heel zwaar. Dat is de pomp. Want wij gaan vandaag iets superleuks doen. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video. Vandaag zijn wij nog steeds in Kroatië. En het is de ene laatste dag dat wij in Kroatië zijn. Wij gaan vandaag twee leuke dingen doen. We gaan eerst zometeen naar een super groot waterpark. En wij gaan vanavond een overnight challenge in dit zwembad doen. Voordat we naar het mooie waterpark gaan, gaan wij eerst eventjes het luchtbed oppompen. We hebben er drie gehaald. Want ik ga in het zwembad slapen, Boas gaat in het zwembad slapen en Mees. En Tim en Devin slapen lekker in hun bed, want die zijn bang dat ze verdrinken s'nachts. We hebben dus deze hele mooie pomp bij ons. Alleen, dit is zeg maar de ingang van deze pomp. Die is best wel groot. En dit is dus best wel een klein gat. En ik denk niet dat de pomp daarin past. Ik denk dat we het hebben gefixt, want als we deze pomp nu hier zo het in doen, past dat precies. Dus Tim, zet hem maar aan. Oh wacht, eerst moet deze slang in de pomp, dat is wel handig. Tim, zet hem aan. Woehoe! Het gaat heel snel. Bam! Hoe lang zou dit zijn geweest? 10 seconden net? Ja, ik denk 10 seconden, ja. Ik dacht ik maak een timelapse, maar dat was niet eens nodig. Ik dacht ik maak even een timelapse, maar dit is dus de airtrack pomp, dus deze gaat best wel snel. Dit was echt snel. Nou, moeten we alleen nog kijken of die drijft. Ik denk niet dat die drijft, hij zinkt denk ik. Dat denk ik ook. Klaar voor? Oh, dat was heel snel. Ja, ja hij drijft. Oh, die is fijn. Hij is heel fijn. Ik denk dat als je een slaapzakje hebt... Oh, dit is perfect. Nee, Boas! Kijk wel uit hè gas, kijk uit met die trap. Ja, waarschijnlijk slaat Boas zo. Maar hey, als je voeten niet nat worden, dan hou je ze gewoon zo. Hij is wel kijk, wij zijn training s'nachts. Ja, we gaan vanavond pas slapen. We gaan zo meteen eerst naar een super groot zwembad. Met allemaal mooie glijbanen. En natuurlijk heb ik de GoPro ook mee. We zijn in het park, hier achter me zie je het. Ik heb mijn camera niet meegenomen, want het is best wel druk. En ik vertrouw mijn camera hier niet. Ik heb de GoPro meegenomen, dus daar gaan we super sick shots mee maken. Hier gaan we dus met z'n allen vandaag van de glijbanen af. Kijk hoe sick het is. Super veel glijbanen, daarachter zijn nog veel meer. Loopt alleen maar door. Tim, heb je er zin in? Ja man, heel veel. Jij? Nee. We gaan naar huis. We hebben een matje en we gaan als eerst van deze hele lange oranje glijbaan. En dan kunnen we met z'n vieren vanaf. We hebben net eentje gehad en nu gaan we deze hele steile pakken. En het lijkt alsof deze over de kop gaat. Mees, ga je er ook in? Nee. Mees gaat niet in. Wij gaan er wel in. Ik ben nog op. Schiet in één keer onderweg en je weet ook niet wanneer. Het gaat zo sick snel. Het is wel echt heel vet. Nu komt Boas. Holy shit! Ga harder! Ik kom uit! Ja, ik was ook helemaal. Shit. Ja, je kan gewoon helemaal niks zien, want er komt zoveel water in je gezicht. Ja, ik heb ook geen adem, of wel? Nee. Je krijgt een splash water in je voeten zitten. Hij gaat hard hè? Ja, is leuk. Holy shit. We gaan nu deze pakken en je moet allemaal aparte glijbaan. En dan is het gewoon wie het snelst hier beneden uitkomt, die wint. Iedereen zijn eigen. Woehoe!
Holy shit, gaat ook een dep en die klapte er bijna uit. We hebben alle glijbanen gehad, dus het is tijd om weer terug naar de villa te gaan. We zijn weer terug bij de villa. Boas en ik gaan vandaag overnachten in het zwembad. Het enige probleempje is dat het zwembad dat een beetje... Ja, ook. En dat het zwembad een beetje donker is, want hier hebben we best wel veel licht. En daar is het zwembad en normaal heb je best wel veel licht in het zwembad. Maar ik denk omdat het na 12 uur is, is het zwembad gewoon uit het licht. Dus we moeten of in het donker... We kunnen ook onze telefoons met zaklampen in het zwembad. Oh, dan hebben we ook een licht. En vannacht slapen we op dit mooie luchtbed. Ik heb vanochtend al een poging gedaan om erop te liggen en hij is helemaal opgedroogd. Dus we kunnen er nu wel op liggen. We hebben hier iemand met ervaring, want deze jongeman slaapt al 5 dagen alleen in het grote zwembad. Maar Boas en ik gaan eerst even een duikje nemen. Ik ga geen duik nemen, ik ga gewoon op dit ding. Ik kan je vertellen dat het niet goed gaat, ik heb het ook geprobeerd. Oh, oh, oh. 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 Ik kan er ook wel op staan, denk ik. Nee, dat gaat niet. Het is nu 1 uur 's nachts en we kunnen nog steeds zwemmen. Dus dat is super chill. Ik ga zo meteen eerst opdrogen en dan ga ik pas op mijn luchtbed liggen. Want als ik nu nat erop ga liggen, is mijn luchtbed ook nat. Dat is niet heel chill. Dat werkt niet. Normaal zwem ik dus nooit zo laat in een zwembad. Maar als je een eigen zwembad hebt, dan moet je het ook gewoon proberen. En dat is ook super chill. Ik vind het nu wel meevallen hoe koud het is. Maar ik ben dus benieuwd hoe het 's nachts gaat. En we hebben dus 2 luchtbedden. Boas heeft een eigen luchtbed en ik. Ik ben echt heel benieuwd. Ik hoop niet dat ik vannacht in 1 keer naast mijn bed val. Want als dat gebeurt, dan is het gewoon in 1 keer over. Dan ben je wakker. Kom je niet meer in slaap. En dat is niet chill. Ik ga nog even een paar mooie sprongetjes maken. En dan ga ik aankleden. En dan is het tijd om echt te gaan slapen. Oh shit. Het is nu wel echt tijd om te gaan douchen, aan te kleden en naar mijn lekkere bedje te gaan. Oh ja, je moet natuurlijk helemaal droog, het water op, anders is het al een beetje te pek. Oké, deze is goed. Ik denk dat je best erop kan gaan liggen, ja, met dat ding in je handen en dan hem gewoon aandoen, ja. Holy shit, nee. Holy shit, gast. Maar het drijft prima, jongen. Je hebt overal vet veel ruimte over. Holy shit. Dit is perfect, gast. Ja, dit wordt hem. Nou, slaap lekker. Oké, ik heb een kussentje gevonden en een slaapzak. Hij is wel een beetje nat. Komt natuurlijk door Tim. Maar ik denk dat dit wel goed is gekomen. We gaan lekker slapen. Dus tot morgen. Slaap lekker. Day 2. Het is nu de volgende dag en ik ben net wakker geworden in het zwembad. En zoals je ziet, mijn luchtbed is nog redelijk droog. Alleen mijn slaapzak is een beetje nat, maar dat geeft niet. Voor de rest heb ik super fijn geslapen. Dus ik raad alle mensen aan, heb je een zwembad, ga het gewoon proberen. Het is echt super chill, het slaapt lekker. Hoe kan je nou de ochtend beter beginnen als je op een zwembad slaapt dan gewoon gelijk het water in te duiken? We gaan het gewoon doen. 3, 2, 1. Holy shit. Zo word je wel echt gelijk wakker in de ochtend. Dit is echt super chill. Dit was gelijk ook weer de laatste dag in Kroatië. Wij gaan straks richting huis. Vond je nou een super leuke video? Doe dan even zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Ja, jij daar achter de camera. Doe dat dan eventjes hieronder. Het is helemaal gratis. Laat weten in de comments wat je van deze video vond. En dan zou ik zeggen, net zoals altijd, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Later.